zijn die mannen, zeg maar, die gesteld worden door Mario van Venda. Maak er maar een foto van, inderdaad. Die staan nu daar klaar, zeg maar, in de, wat wij onze, ja, kleedkamer noemen. Wat zie jij er slecht uit, Frank? Goeie genade. Ja, dit moet het worden, dus ja, geef dat applaus aan als het dat is. Is het niks, laat het ook horen. Jury, let op, hè, er is er één minder. Maar aan de andere kant, er staan nu wel attributen klaar. Heb ik bij de andere ex niet gezien. Attributen die klaarstaan. Er zijn altijd pluspunten. Ja, en ballonnen. Ja, sorry, ballonnen. Ballonnen, ja. Die zijn al naar huis, want die moesten aan de Christine. Actie! Nou. Heren 1, heren 2, combinatie, het hele zootje. Redelijk eng, moet ik zeggen, naar al die kanabieren. Ga vast op je plaats zitten. Moet de muziek aan, ga je eerst zitten, wat doen jullie? Oh, de muziek gaat aan. Nou, succes! Wat vertel je van de toepen, zei de chique heer? Wat vertel je van de toepen, zei de chique heer? En we worden
kampioen, zei de dikke man. En we worden kampioen, zei de dikke man. Een dikke, dikke man, een dikke, dikke man. Ja, die kan er wel wat van. Ja, die kan er wel wat van. Ja, die kan er wel wat van. En ik zag in het stadion een vechtersbaas. Een vechtersbaas die zei: breng hem allemaal bij zijn poten, zei de vechtersbaas. Breng hem allemaal bij zijn poten, zei de vechtersbaas. Het was een enige vertoning, zei de kakbadan. Op als een enige vertoning, zei de kakbadan. Houd je hier nog maar die cijfer, hè? Zit u dronken, vent? Houd je hier nog maar die cijfer, hè? Zit u dronken, vent? Houd je hier nog maar die cijfer, hè? Ben ik even benieuwd, wie heeft de plaats van R. Kroon overgenomen?